In deze podcast het bijzondere persoonlijke verhaal van Hans Weijers over hoe hij zichzelf zowel fysiek als mentaal weer letterlijk op de been kreeg. Nou Hans, heel fijn dat je er bent. Van harte welkom. En je bent vandaag de gast in de Keto Podcast omdat jij een heel persoonlijk en heel bijzonder verhaal hebt wat je heel graag wil delen. En toen ik jou dat voor het eerst hoorde vertellen, toen kon ik mijn oren eigenlijk bijna niet geloven. En ik ben ook vandaag heel blij dat je dit voor een nog veel groter publiek wilt gaan doen. En je zei net dat je nog jarig bent, dus een extra bijzondere dag voor jou. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar voordat we gaan starten, wil ik jou eerst vragen om jezelf voor te stellen. Dus ga je gang. Ja, Louise, hartstikke bedankt dat ik in je podcast mag verschijnen. Ik ben Hans Weijers. Ik ben vandaag 64 jaar oud geworden. En ik ben een man die toch al een heel bijzonder ziekteproces heeft doorlopen. En in dat proces toch een heel hoop dingen heb meegemaakt die ik niet voor mezelf hou, maar ook andere mensen wil delen. Want ik denk dat daar best wel dingen bij zijn waarin ik mensen hoop kan geven en ook wat tools om bepaalde dingen om te gaan. Ik heb na de HAVO-opleiding naar de politieschool gegaan. En ben als jongeling, ik was 17 jaar, 18 jaar, begonnen bij de politie in Maastricht. Een heel jong groen broekie. Daar in de uniformdienst terechtgekomen. En ik heb al heel vroeg eigenlijk in mijn politietijd meer andere studies gedaan. Een studie om nader bevorderd te kunnen worden tot brigadier, tot de wat hogere rangen. En ik zat zo in het leerproces dat ik dat eigenlijk meteen al heel vroeg heb opgepakt. Zoals gezegd, als jonge politieagent in de grote stad voor mij. Ik kom eigenlijk van een heel klein dorpje in Limburg. Dat was wel een hele openbaring. Enorm veel dingen meegemaakt in uniformtijd. Maar het feit dat ik al heel snel die opleiding gedaan had, dat leidde ertoe dat ik ook op jonge leeftijd al gevraagd had om naar de recherche te gaan. En dat was toch wel relatief bijzonder, als je als 23-jarige al bij de recherche terecht komt. Hmm. En dat is mij toen gevraagd, dat wilde doen. En toen is er eigenlijk een hele lange periode gekomen waarin ik bij, dat heette toen afdeling ernstige criminaliteit, ook terecht kwam bij een onderdeel, dat noemen ze recherche bijstandsteam. Dat is een team wat uiteindelijk hoofdzakelijk wordt ingezet als er hele ernstige delicten zijn. En in de meeste gevallen zijn dat moordzaken. Hmm. Waarom vertel ik dat nu? Omdat dat later in mijn leven een enorme impact zou gaan hebben. Een impact die ik op dat moment, in de tijd dat ik werkte, niet ervoer. Althans, de ellende, de gruwelijkheden die je tegenkomt tijdens dat werk, die nam ik niet mee naar huis. Sterker nog, ik was eigenlijk altijd maar bezig met proberen te achterhalen wat er gebeurd was. Emotioneel had ik het idee dat ik eigenlijk alles wel aankon. Dat er maar weinig was wat mij echt uit het lood kon slaan, wat me emotioneel raakte. Ik was ook een echte workaholic. Het recherchewerk met name, dat was eigenlijk mijn lust aan het leven. Ik heb ook enorm veel zaken toen mogen draaien. Ook met hele interessante taken. Ook omdat ik daar zo gedreven en gemotiveerd in was. Dat werd ook wel gewaardeerd. Dat vond ik ook wel fijn. Dat gaf me ook wel een goed gevoel. In ieder geval uiteindelijk. Het was in 2003. Toen was ik bij de recherche weggegaan. Heb toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bevorderd te worden. Dat heb ik hele lange tijd uitgesteld. Want dat hield toen de tijd in dat je vanuit de recherche terug naar de uniformdienst moest. Je moest dus weer het uniform aan. En dan kon je dus een andere tak van dienst gaan doen. Kreeg je wel die bevordering. Maar ik heb dat heel lang uitgesteld. Gewoon omdat het werk bij de recherche me zo ontzettend goed beviel. Dat toen uiteindelijk wel gedaan. Het zal in 2000 geweest zijn. Toen ben ik gebiedsgebonden medewerker geworden. Dus eigenlijk een wijkagent, waarin je een bepaald deel van een werkgebied
tot jouw beschikking krijgen, waar je dan met een team van agenten, roofagenten, zeg maar, de politietaken uitvoert. En het is toen in 2003 geweest dat ik tijdens een verdoofde middelenactie, dat was eigenlijk een inval in een verdoofde middelenpand, een ernstig ongeluk kreeg. Van het voorval zelf weet ik eigenlijk niets te herinneren. Het is in ieder geval zo geweest dat ik op een verdieping was en daar in donker, dat weet ik me wel nog, door een luik gevallen ben en een paar meter lager met mijn hoofd op de betonnen vloer terechtgekomen ben. Ja, ja, die val, in ieder geval tijdens diensttijd, dat had heel veel gevolgen. Ik had hersenletsel, ik had enorm veel problemen de tijd daarna met mijn cognitie, met mijn spraakvermogen. Ja, het was gewoon een enorme shock. Het is ook het begin geweest van mijn pijn, zeg maar. Hè. Sinds het moment van de val heb ik altijd pijn gehad. Pijn die steeds bij me was, een bepaald deel van mijn schouder. En ook niet wegging, niet te behandelen was. Allerlei soorten behandelingen bij pijnpolies geweest, noem maar op. Maar er was eigenlijk niets wat hielp. Dus het bleef gewoon. Ik ben toen na de val naar een revalidatiecentrum gegaan, hier in het zuiden. Een afdeling, dat heette niet aangeboren hersenletsel. Daar ben ik iets meer dan een half jaar toen geweest. Die hebben me toch alweer behoorlijk wat kunnen opknappen. In die zin dat het beter ging met mijn woordvinding, met mijn spraak. Maar uiteindelijk leidde dat toch tot een volledige 80-100% afkeuring in 2005. Voor iemand die eigenlijk toch constant zo in bezig met zijn werk geweest is, dan van het ene moment op het andere dat gewoon verliest. Dat heeft bij mij toch wel een periode ingeluid waarin ik behoorlijk psychisch in de knoop ben geraakt. Een aantal keren behoorlijk depressief ben geweest. En het is ook in die periode geweest dat ik op een gegeven moment, je noemt het herbelevingen. Ik kreeg echt herbelevingen van de vele zaken waar ik heel dicht bij betrokken was geweest. En dan heb ik het echt over toch wel hele ernstige delicten, ernstige moordzaken. Iets wat ik voorheen never nooit had, hè? Dat je bijvoorbeeld 's nachts wakker wordt en denkt van en dingen weer voor je ziet, nou dat kwam in volle hevigheid, overkwam mij dat. Ja. Dat was in een tijd, ik bedoel PTSS, dat was wel bekend, maar dat was bekend bij mensen die bij Defensie werken, militair. Daar gold dat eigenlijk niet voor, dat was geen beroepsziekte. Hè? En ik ben toen in die periode wel een van de eerste politiemensen geweest bij wie dat toen als beroepsincident werd geclassificeerd. Dus als een gevolg van je beroep werd gezien. Dat heeft er toen bij mij geleid dat ik in behandeling ben gegaan bij het psychotraumacentrum in Den Bosch. Dat is een psychotraumacentrum voor mensen, voor militair. En daar ben ik een hele lange tijd naartoe gegaan. Allerlei soorten behandelingen gehad, gesprekstherapie gehad, EMDR-behandelingen gehad. Maar allemaal gericht natuurlijk op het trauma, op de psychische kant van de zaak? Op de psychische kant, ja. Op het herbeleven van de voorvallen waar je bij geweest bent. Dat waren echt gruwelijke moordzaken bij van jonge meisjes. Ik kan me herinneren een dubbele moord van twee meisjes in 17 en 18 jaar. Noem maar op, van het een naar het ander. Het was ook in die periode, je was eigenlijk alleen maar met dat soort zaken bezig. Ja. Als de ene zaak opgelost, dan werd er weer iemand gevonden in een andere gemeente. Hè. Want zo'n bijstandsteam, dat werkt voor een redelijk groot gebied. Je was eigenlijk doorlopend aan het werken, maar doorlopend met ellende geconfronteerd. Dat was voor jou eigenlijk aan de orde van de dag, dit soort gedrag? Ja. Ja. Ja, zo mag het wel zijn. Ja. Het was nog ook in een periode waarin er eigenlijk weinig nazorg nog was. Hè? Tegenwoordig is dat allemaal totaal anders. Maar in die periode
Nou, zorg was er niet. Als je iets ernstigs meemaakte, dan sprak je daar met je collega's over. Of met je directe leidinggevende. En that's it. Ja. En Ja. wat er vandaag gedronken werd, er werd een pilsje gedronken. En, ja, en dat was het weer oké. Okay, Ja. maar begeleiding is pas veel later gekomen. Ik heb het wel nog meegemaakt hoor, dat het toen in die tijd ook werd aangeboden. Met name als er wel heel vreselijk iets gebeurd was. Dat is ook wel eens een keer een psycholoog naar ons toe sturen en zeggen van nee, wil je ergens op praten of wat dan ook. Maar Ja. in die periode kende ik dat niet, heb dat niet meegemaakt. Dus die val had niet alleen maar fysiek zijn gevolgen op jou, maar ook mentaal heel sterk dus. Ja, heel mentaal. Ja, heel Hoe sterk. ging het dan verder fysiek met jou? Want je had die pijn aan je schouder, zei je. Hoe Die ging dat pijn dan? aan die schouder, die is eigenlijk altijd gebleven. En die is op een gegeven moment is die erger geworden. Ik spreek nu echt over een aantal jaren. Dus hij was niet weg te krijgen. Ik heb injecties erin gehad. En van alles wat je maar kan denken, geprobeerd, die bleef. En op een gegeven moment ging die pijn uitstralen naar mijn linkerhand. Dan ging het tintelingen worden, een soort brandende pijn. Ja. En ik ging merken, ik moet wel even dat PTSS-verhaaltje kort afmaken, want Ja, is goed, ja. op een gegeven moment toen dat zo extreem werd, die klacht, en uiteindelijk ook gezegd, nou luister, het is niet te behandelen, het is een chronische, ja, meervoudige PTSS en enige, wij kunnen daar verder niks in betekenen. Ik ben toen het pad ingeslagen van, ik ga kijken alternatief of er iets mogelijk is. Ik ben toen mindfulness gaan doen, ik heb toen mindfulness training gevolgd. Dus eigenlijk met meditatie gaan bezighouden. En ja, ik ben me daar echt behoorlijk in gaan verdiepen. Ik merkte dat meditatie in ieder geval wel iets van acceptatie gaf. Iets iets wat er is, niet weg te willen hebben. En gaandeweg ben ik daar steeds meer in gaan verdiepen. Toen ook een cursus gevolgd, Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Waardoor ik dus ook mensen mindfulness training kon gaan geven. En ik Ja. merkte gewoon dat van twee kanten werkte. Ik merkte dat mensen het positief ervaren, maar zelf gaf het je ook wat terug. En wat ik toen ook nog gedaan heb, is twee keer een 10-daagse Vipassana training. Dat is ook een meditatietechniek, waarin je echt, ja, je bent 10 dagen van de wereld afgesloten, je zit ergens midden in een bos in België. En je bent 10 dagen, spreek je niet met je andere cursisten. Je bent misschien met 100, Ja. 140 mensen daar, man en vrouw van elkaar gescheiden. Je kijkt elkaar niet in de ogen, maar je zit 12 uur per dag te mediteren. Alleen maar met jezelf, met je eigen mind, met je eigen lichaam, met je eigen problemen die je hebt. En Ja. dat zijn wel dingen geweest die mij geholpen hebben, die mij op een gegeven moment. Ja, een balans, een stuk acceptatie teruggebracht hebben. En ja, waardoor ik eigenlijk toch wel beter met die PTSS-klachten kon omgaan. Het waren niet helemaal weg, maar het ging wat beter. Ja. Wat in die periode ook gebeurde, is dat ik op een gegeven moment, behalve die toenemende pijn, ook evenwichts-stabiliteitsproblemen kreeg. Ik was inmiddels Limburg, had ik al verlaten, gewoon om ook. Zeg maar de omgeving te ontvluchten waar ik zoveel herinneringen aan had. Want ik ben echt vermijder, ik ben vermijdingsgedrag van vertonen. Je gaat op een gegeven moment gewoon plekken mijden waar je iets hebt meegemaakt. Dan ga je met een hele grote boog omheen. En ik merkte dat steeds meer. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik moet weg hier uit die omgeving. Toen ben ik verhuisd naar Vlissingen. Waar ik als kind altijd met mijn ouders op vakantie ben gegaan, ook nadien. En ben daar gaan wonen in een appartementje. Vlak achter de boulevard ergens daar. En in die periode dat ik daar woonde, namen eigenlijk mijn klachten toe. Klachten in die zin, de lichamelijke klachten. Evenwichtsverlies. Ik was altijd heel sportief met mijn racefiets en mountainbike. En op een gegeven moment, ja, ik ging gewoon vallen. Ik viel op de trap als ik met spulletjes naar boven liep. En zoals gezegd, die pijn ook, die begon ook steeds meer toe te nemen. Toen ook weer Ja. de keren naar artsen geweest. En uiteindelijk is er toen, dus geweest in 2009, dus een heel wat jaren na het ongeval. En toen was inmiddels mijn stabiliteit zo afgenomen dat ja, ik moest echt met ondersteuning lopen, met een stok lopen. Toen ben ik in het ziekenhuis bij een arts terechtgekomen, die me toen de scan inverwees.
uitslag van die scan was dat er sprake was van een incomplete dwarslezing. De doorstroming in mijn nek, het ruggenmerg, die was dusdanig afgeklemd dat er nog maar nauwelijks doorstroming was. En ja, de situatie was in zijn ogen heel kritiek. Hij zegt van, je moet onmiddellijk geopereerd worden. Want de kans op een complete dwarslezing, die lag om de hoek. Die zat en dat was nog het gevolg van het ongeluk jaren daarvoor. Dat heeft ze heel lang. Ja, precies. Ja, uiteindelijk, dat hebben ze me toen. Ik ben zo in eerste instantie toen in Dordrecht geopereerd worden, op het Schweizer ziekenhuis. Daar hebben ze op het laatste moment ervan afgezien. Toen ben ik doorgestuurd naar Antwerpen, naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, bij professor Manowski, Thomas Manowski, neurochirurg, die mij toen de eerste keer geopereerd heeft. En, wat ze gedaan hebben toen, dat is een laminectomie. Ze maken eigenlijk weer wat ruimte in dat ruggenmerg, mm-hmm. Waardoor er weer wat meer doorstroming komt. Maar het feit dat ruggenmerg daar zo lang afgekneld is, dat zorgt ervoor dat er myeliopathie ontstaat. Dus dat weefsel eigenlijk afsterft. En ja, dat weefsel wat afsterft, dan gaan de signalen natuurlijk niet doen. En dat verklaart natuurlijk mijn evenwichtsproblemen. En uiteindelijk ook de pijn. Hè? Dus goed, die operatie die is uitgevoerd. Er is dus weer ruimte toen gecreëerd, zeg maar. Hè? Dat er in ieder geval de druk weg was. Toen werd ook gezegd dat gevolg van de val. Ja, dus als gevolg van de geval, wervels die zijn min of meer gaan scheefgroeien en zijn steeds verder dat ruggenmerg gaan afklemmen. En daarom is dat ook zo'n lange periode geweest, zo lang geduurd heeft. Ja. In ieder geval, na die operatie ben ik gaan revalideren in Goes. En ja, in plaats van dat ik vooruit ging, het zal een maand of twee, drie later zijn geweest, ging ik alleen maar achteruit. Ik merk dat, ondanks heel veel proberen, oefenen, Het werd alleen maar slechter. Nou, een heel lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is er opnieuw een MRI gemaakt en bleek dat er opnieuw sprake was van een vernauwing. Nu veroorzaakt door het littekenweefsel van de eerste operatie. Dus we landen toen weer op de OK en weer een hele lange operatie gehad. Toen ik uit die narcose bijkwam, toen kon ik niet meer op mijn benen staan. Ik kon dus in de rolstoel terecht. Ik had totaal geen balans. Ik kon niet op mijn linker kant van mijn lichaam. Was voelde heel anders, was aangedaan. En dat was dus een behoorlijke shock. Ik kon toen ook niet meer in Vlissingen blijven wonen. Want dat was een appartementje met een trap. Er was geen lift. Ik zat in de rolstoel. Dus ben toen weer terug naar Limburg gegaan. Ik ben toen heel lang in een revalidatiecentrum in Hoensbroek opgenomen geweest. Misschien wel 8-9 maanden lang. En daar geprobeerd om weer te kunnen gaan lopen. Helaas zonder resultaat. Ik heb alles wat mogelijk is geprobeerd. En ik weet nog dat het een vreselijke periode was. Je zat daar in een omgeving met... Je zag alleen maar ellende. Hè? Je zag alleen maar mensen met amputaties. En je zag heel veel mensen ook met beroertes. Die dan op een gegeven moment toch weer mobiel werden. En zelf, ik kon doen wat ik later wat ik wil. Maar ik had de drive, ik wilde. Ik had het gevoel, maar ik had de dingen. Ik kon gewoon niet staan, het ging niet. Nee. Met heel veel pijn en moeite met een rollator stapje. Maar het was gewoon, het was drama. En nee, je was jong eigenlijk. Dat was 20 jaar geleden ongeveer, toch? Ja, dat is nou, die operaties zijn geweest in 2009, 2010. Nog in de bloei van je leven eigenlijk. Ja, ja precies. Dus mijn leven stond totaal op zijn kop. Ja. Goed. Hoe lang heb je uiteindelijk in die rolstoel gezeten, Hans? In totaal heeft dat 9 jaar geduurd. 9 jaar, ja. En ik moet wel zeggen dat in die 9 jaar ook de neuropathie ontstaan is. Hè. Dus er zijn toch bij die operaties zijn beschadigingen opgetreden. Zijn zenuwen beschadigd. En uiteindelijk werd vooral die pijn in mijn linkerhand. Je moet het zo voorstellen.
Het was brand. Het brandde gewoon. Maar het brandt dan 24 uur. Constant. Ja. En dat is... Ik kan het niet verlichten. Nee. Dat kun je, en als je... Ik heb er alle soorten behandelingen die mogelijk waren ervoor gehad. In Nederland, in Duitsland, in België. Alle soorten medicatie. Wat je maar denken kan. Op een gegeven moment zelfs morfinepompen geïmplanteerd gekregen. Katheter rechtstreeks in het ruggenmerg. In Antwerpen infusie gehad met ketamine, met lidocaïne. Uiteindelijk heeft het allemaal... Zwaar voedingsmiddel. Het was gewoon bizar. En wat men toe besloten heeft, dat was dan, of wat dan een optie in hun ogen was, van neurochirurgie, dat was een implanteren van een neurostimulator. Dat is zeg maar een elektrode, die wordt in het ruggenmerg van je nek geïmplanteerd. En je gaat een draad door je rug, met een batterij in je bil dan, en dan wordt via computerwerk, worden zenuwen gemanipuleerd. Ze kunnen precies het pijngebied opzoeken, hè, als dat geïmplanteerd is. En dat was bij mij dan mijn linkerhand. En dat kunnen ze dan door middel van stroomstootjes, wordt dat brandende gevoel, dat wordt dan dusdanig gemanipuleerd dat het een soort, noem het, min of meer aangename tinteling is. Dan moet ik zeggen, het had ook inderdaad wel dat effect. Ik was er ook best wel tevreden mee. Waren het niet dat een week na de implantatie, ik op een gegeven moment, van het ene moment op het andere moment, een enorme infectie kreeg. Een hele hevige infectie. Dat was echt, dat was verschrikkelijk. Ik denk, ik ga dood. Wat gebeurt er? Ja. Met toeters en bellen naar het ziekenhuis gebracht. Moest die neurostimulator natuurlijk verwijderd worden. Die hebben ze toen weer eruit geopereerd. En vanwege de infectie heb ik toen ruim 5 weken op de intensive care gelegen, in isolatie gelegen. En alleen maar aan het infuus met antibiotica. En gewoon zwevend op het randje van... ik kon niet zeggen wat er gaat gebeuren. Het was heel ernstig, dat weet ik wel. Dat ik nog steeds zou worden. En uiteindelijk, na een week of 5 zoiets was het geweest. Was die infectie er blijkbaar weg. Tijd daarna, opnieuw, toch weer de neurostimulator laten implanteren. En je gelooft het bijna niet, maar... Precies met hetzelfde gevolg. Opnieuw weer zo'n ernstige infectie. Dus toen is die weer eruit gehaald. Heb ik weer een aantal weken op de IC gelegen. Intensive care in Antwerpen. En ik denk 3 keer scheepsrecht. Uiteindelijk hebben ze nog een keer geïmplanteerd. Toen is het wel goed gegaan. Maar toen ging de neuropathie zich uitbreiden. Hij ging van mijn linkerhand... Ook naar mijn rechterhand. Hij ging vervolgens naar mijn linkervoet, naar mijn rechtervoet. En nu branden gewoon alle 4 de ledematen. En heeft de neurostimulator geen enkel effect meer. Dus het is heel... Van kwaad tot erger, letterlijk en figuurlijk. Ja. Het is van kwaad tot erger geworden, inderdaad. Dat is eigenlijk ook altijd iets geweest waar ik het meeste tegen gevochten heb. Tuurlijk, je vecht om uit die rolstoel te komen. Ja, dat heb ik ook altijd blijven. Ik ben altijd toch sport blijven doen. Hè. Ook in de rolstoeltijd. Altijd naar de sportschool gegaan. Altijd spinning blijven doen. Vrienden van mijn sportvrienden hielpen me altijd op de spinningbike. Ik ben altijd blijven bewegen. Altijd zoiets gehad van, ik moet in ieder geval alles in beweging houden. En uiteindelijk is dat ook wel... geweest dat me weer mobiel heeft gemaakt. Hè? Relatief gezien mobiel dan. Ik kan in ieder geval weer wat lopen. Ik heb geen hulpmiddelen meer nodig. In het begin was dat natuurlijk wel. Met zo'n staarlopje, zo'n staarrek, zo'n looprekje, met rollator, met stokken. Maar nu kan ik gerust wat lopen. Je zou hier niet zitten als je ook niet iets met ketogeen dieet had gedaan? Exact. Kan je eens vertellen hoe dat op jouw pad kwam en wat jou dat gebracht heeft? Het ketogene dieet, dat is als volgt op mijn pad gekomen. Ik heb ruim 2 jaar geleden kreeg ik de diagnose dat ik prostaatkanker had. In een vorm die echt wel behandeld moest worden. Die zat toch wel hoog op de schaal van kwaadaardigheid. Mm-hmm. Men heeft toen, omdat ik implantaten had, kon me niet opereren. Dat zou eigenlijk de beste optie zijn geweest. Dat is wat men toen gedaan heeft hormoontherapie. En ik heb toen bestraling gehad.
een jaar na de bestraling, begon de PSA-waarde weer hoog op te lopen. Dat was iets wat in eerste instantie niet verwacht was. Het liep eigenlijk heel normaal, dat proces. Maar ja, hij ging toch omhoog. Dus bleek dat er toch wel iets aan de hand was. Wat is eigenlijk het punt geweest dat ik me toen ben gaan verdiepen van, wat is eigenlijk kanker? Hoe ontstaat dat? Wat kun je er tegen doen? Wat kun je er zelf tegen doen? En toen ben ik eigenlijk heel snel uitgekomen met zoeken op internet bij Thomas Seyfried. Ja. Franse oncoloog. Ja, die eigenlijk heel duidelijk, heel, heel mooi uitlegt van hoe kankercellen ontstaan. En met name ook, nog veel belangrijker, wat energie voor kankercellen is. Hoe kankercellen kunnen groeien, kunnen metastases kunnen veroorzaken. En het blijkt zo te zijn dat glucose is. Glucose en glycogeen. Dat zijn energiebronnen voor kanker. Nou, van het een kom je dan in het andere. Dan kom je, wat kun je daartegen doen? Toen ben ik gaan vasten. Ik had eens gelezen over langdurige vastenperiodes. Ekberg en Ben Bickman, die schrijven daar veel over. En ook meerdere. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk mijn eerste aanzet toen geweest. En vanuit vasten kom je natuurlijk ook op ketose. Als je 3 dagen gaat vasten, ben je eigenlijk al in ketose. Dus dat gaat automatisch. Dus daar ben ik best wel heel, heel diep ingedoken toen, met kennis erover te vergaren. En ook om het zelf bij mij toe te passen. Dus ik ben toen, het is meer dan 72 uur geweest toen, de eerste keer gaan vasten. En van daaruit eigenlijk direct overgeschakeld op een ketogeen dieet. Ja, omdat dat natuurlijk door de koolhydraatbeperking en de verhoudingen zorgt dat je in de ketose komt. En natuurlijk ook je insuline en bloedglucosespiegel mooi laag blijft. Ja. En eigenlijk daardoor ben ik op het pad gekomen van ketogene therapie, van ketogene dieet. En ik doe dat nu ruim een jaar, dat ik echt volledig ketogeen leef. En de laatste weken carnivore doen we eigenlijk. Dus eigenlijk laat ik nu de hele plant-based foods en fruit weg. Het heeft mij zo enorm veel voordelen opgeleverd. Als ik dat ga benoemen, dan zou je ook haast zeggen, want het is haast niet voor te stellen. Doe eens een poging. Bijvoorbeeld, ik heb mijn hele leven lang al bloeddruktabletten moeten slikken. Ja, 2 stuks per dag. Nou, die heb ik volledig kunnen afbouwen. Ja, in overleg met een Duitse huisarts. Ik woon hier in het zuiden van Limburg, op 100 meter afstand van de Duitse grens. Ik heb een Duitse huisarts. Dus ik heb mooi die bloeddrukmedicatie kunnen afbouwen. Ik heb mijn JIG-medicatie kunnen afbouwen. Ik heb mijn maagzuurremmers, die ik mijn hele leven lang geslikt heb, kunnen afbouwen. Niks meer. Ik heb als gevolg van de bestraling waren mijn darmen beschadigd. Wat ertoe leidde dat ik een jaar lang vrijwel constant bloedingen had. Daar heb ik 2 keer een ingreep voor gehad in het ziekenhuis. Waarbij ze de beschadigingen min of meer weggelezen hebben. Zonder resultaat. Het zijn altijd bloedingen geweest. En op het moment dat ik ben gaan vasten en ketogeen dieet ben gaan doen. Het zal nog geen 3 weken, 3 weken later geweest zijn. En de bloedingen waren weg. Zijn ook niet meer teruggekomen. Dus dat zijn al veranderingen die voor mij gewoon bizar zijn. Ongelooflijk, dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Dat je heel leven al hebt en zo'n lange tijd. Ja. Mijn opgezwollen benen, waar ik altijd last van had. Hoe deed mijn benen? Niks meer. Het is gewoon helemaal weg. En ik vind gewoon het is gewoon bizar wat voor een uitwerking voeding op de mens kan hebben. Ja. Wat ik ook... Sorry dat ik je onderbreek, maar ik ben heel benieuwd hoe is het nou verder gegaan met je neuropathieke klachten? Met mijn neuropathie klachten, Louisette, kijk, de pijn is niet weg. Ja? Maar ik kan er vele, vele malen meer beter mee omgaan. Ja? En dat heeft onder andere dat mindfulness, meditatie heeft ertoe geleid, maar ook het ketogene dieet.
Want sinds ik in ketose ben, moet ik ook zeggen dat ik ook met die, dat ik, mijn mentaal verander je ook. Ik voel gewoon veel meer balans, ik voel meer scherpte, ik voel meer helderheid, ik voel me gewoon meer vrolijkheid. Dat is het gewoon. Ik voel meer energie. Het verschil met de periode dat ik aan de morfine zat, aan al die medicatie zat, dat was zo'n 25 tabletten op een dag, die uiteindelijk helemaal niet hebben geholpen. En met een andere levensstijl, een andere voedingsstijl, ja, deze resultaten kunnen ervaren, is gewoon bizar. Ik heb mijn slaap teruggebracht. Ik heb vanaf het ongeluk eigenlijk nooit een nacht kunnen doorslapen. Niet één nacht. Dat geloof je haast niet, maar het is zo. Als jij constant pijn hebt, en dat begon toen in die hand. Ik zat gewoon constant, 's nachts lag je verkrampt, zo te knijpen in je hand, om die pijn te niet te willen voelen. Je was gewoon ieder uur van de nacht werd je wakker, vanwege de pijn. En ik sinds ik in ketose ben, sinds ik met de keto, met die andere voeding ben, ik slaap weer 's nachts. Ik slaap weer. Ik word nog wel eens wakker, maar het is niet te vergelijken. Die voordelen, die verbetering, die is gewoon onbeschrijfelijk. En ook de klachten van PTSS, het vermijdingsgedrag, hè? Al die herbelevingen, het niet naar televisie willen kijken, het niet beelden willen zien die je herinneren aan voorvallen die je hebt meegemaakt. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb er geen last meer van. Ik heb erover gelezen, ik heb het over gekeken, ik heb er van de Metabolic Mind, Fred Scher, die erover spreekt, wat keto kan doen bij mentale aandoeningen. Het blijkt gewoon te werken. Tenminste, bij mij werkt het. En ik ben er zo dankbaar voor. En ik ben er zo enthousiast over geraakt. Ja, dat ook mij gebracht heeft om bij jou de opleiding te doen. Om nu zelf mensen te gaan behandelen in de ketogene leefstijl. Wat mij ontzettend veel vreugde biedt. En nu al te zien, hè, kijk, ik ben nog niet zo lang op dat gebied. Ik heb 20 jaar niet meer gewerkt. Ik ben nu weer begonnen met vol enthousiasme om mensen erin te begeleiden. En om ze ook die ervaringen te kunnen geven. En merk nu al, bij die paar mensen die ik coach. Ja, ja prachtig. Ik vind het gewoon geweldig. Je krijgt zoveel daarvoor terug. En, het is natuurlijk ook een heel bijzonder krachtig verhaal. Het is bijna niet te geloven als je dat zo vertelt. Want ik heb je gezien, hè, op de lesdag natuurlijk. En kijk, je loopt niet als een hardloper nu, maar je bent er. Je loopt, je leert, je studeert. Je hebt het hartstikke goed gedaan ook trouwens. Ja. En je bent volop in ontwikkeling. Terwijl, een aantal jaar geleden had je natuurlijk nooit kunnen denken dat dit zo'n draai zou nemen. Louisette, dat was onvoorstelbaar. Ik heb nooit gedacht dat ik zo zou veranderen, dat ik zo zou verbeteren. En dat is gewoon bizar. Ja. Ja. En nog eens gezegd, ik ben er 100% van overtuigd dat puur, dat voeding heeft zoveel invloed op je lichaam. Het heeft zo'n enorme kracht. En eigenlijk is het zo jammer dat, als je je wat in verdiept en om je heen kijkt en je een beetje gaat bezighouden met statistieken, dat je gaat zien en dat zoveel mensen eigenlijk ziek zijn. Hè? Gewoon, dat je haast het idee gaat krijgen dat het min of meer in stand gehouden wordt. Hè? Dat men niet wil veranderen of niet wil zien dat de manier waarop de laatste 50, 70 jaar onze voeding veranderd hebben. Hè? Met de meer suikers, met de meer koolhydraten, met de processed foods. Dat niet de juiste weg is. En dat parallel daaraan de ziektecijfers alleen maar omhoog lopen. Hè? Ja, ik denk nog steeds dat metabole gezondheid gewoon de basis is voor alle gezondheid. En natuurlijk een ongeluk, dat kan je natuurlijk niet genezen met metabole gezondheid. Maar je kunt toch wel, in jouw geval ook, zorgen dat de gevolgen daarvan niet zo heftig zijn als dat ze zijn geweest bij jou natuurlijk. Ja, dat maakt af. Als je dat nooit hebt meegemaakt of nooit van iemand hebt ervaren, dan kan je niet geloven dat zo werkt. Ja, zo'n sterk effect kan hebben. Ja,
Maar ja, eigenlijk is het ook verklaarbaar. Hè? Ik heb geen therapie, wat al 100 jaar geleden hielp bij kinderen met epilepsie. Ja, epilepsie is ook een hersenaandoening. PTSS is ook een hersenaandoening. Uiteindelijk heeft het toch allemaal te maken met hoe het op het mitochondriaal niveau, op celniveau werkt in je hersenen. Als daar ergens een dysfunctie is, ja, dan leidt dat tot een probleem. Maar het mooie is te weten dat er mogelijkheden zijn om zelf ook iets eraan te doen. Ja. En dan heb je daar heel veel naar gestudeerd, heel veel over gelezen en podcasts geluisterd en video's gekeken enzovoort. Ja. Je kent misschien ook de boeken van Chris Palmer, Brain Energy. En, ja, ik heb ze hier liggen. Ja, ja. Ja, ja. En Change of Diet, Change of Mind van Georgia Ede. Ja, ja, het maakt zoveel duidelijk eigenlijk. Maar het maakt me af en toe ook wel een beetje droevig. Hè? Als je de cijfers hoort in Amerika, goed, hier zal het niet heel veel anders zijn, maar dat is meer dan 80% van de mensen in feite al insulineresistent is. Hè? Of 1 op de 4 kinderen al niet-alcoholische leververvetting. Ik bedoel, hoe ver moet dat nog doorgaan? Voordat eens een keer iemand zegt van, hey, we moeten wat gaan veranderen in onze voeding. Hè? En dat dat ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd. Hè? En niet alleen maar naar Big Pharma en de voedselindustrie, die er belang bij hebben dat er zoveel mogelijk van die producten verkocht worden uit de supermarkt. Mensen zouden eigenlijk, en daar ben ik af en toe een beetje, dat ik dan misschien een beetje doordraf. Ik heb vaak het idee dat mensen gewoon wakker schudden. Hallo, kijk eens even hier. Ja, wat je aan het doen bent. Als je in de supermarkt staat en je ziet een moeder met een kind en je ziet wat op de band ligt, dat je denkt van, er ligt niet één product bij wat gezond is. Het is eigenlijk niet eens voeding wat erop ligt. Ja. Nee. Ja, dus dat denk ik dan. Maar goed, daarom denk ik dat het heel goed is dat er zo'n instituut als jij hebt is. En dat er ook zoveel mensen, ook uit de medische wereld, hè, met name die artsen die ik dan heel veel volg, die Ben Bickman, die Ekberg, die Ken Berry. Je kent ze allemaal, Volk en Finney. Die mensen die allemaal met dat keto bezig zijn en eigenlijk dat ook proberen zoveel mogelijk naar buiten te brengen en mensen bewust te maken van dat de manier waarop we nu bezig zijn eigenlijk niet goed is. Nee. Zelf toch nog altijd een keuze om er iets aan te veranderen en je daadwerkelijk beter te voelen. Ja, want als je nu mensen luistert, Hans, als er nu mensen luisteren die denken van ja, een ongelooflijk verhaal. Kan dat wel? Of ik zou ook wel zoiets willen ervaren. Ja. Wat zou je dan willen aanraden? Waar kunnen ze beginnen? Ja, ik zou in ieder geval zeggen van ga in ieder geval ga je verdiepen. Ga lezen. Ga lezen over ketogene therapie. Ga kijken. Maak je bewust van het feit wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt. Wat voeding met jouw lichaam kan doen. En hoe... Eigenlijk hoe makkelijk het is om er zelf iets aan te veranderen. Ja. En echt door je zult op een gegeven moment kennis moeten vergaren. Je moet naar filmpjes gaan kijken, naar video's gaan kijken. Je moet een paar goede mensen uitzoeken waar je vertrouwen in hebt. Hè. Er zijn artsen, professoren genoeg die heel veel podcasts maken. Dat is mijn manier geweest waarop ik me erin verdiept heb. En erin ben gaan geloven en het ook ben gaan praktiseren. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. En als je dan besluit om ketogeen te gaan, je daar ook in te laten begeleiden. Niet maar zo van één moment op het andere, want het is toch een enorme verandering van je stofwisseling. Het is niet iets wat je zo van de ene dag op de andere dag kan doen, vind ik. Nee. Er moet wel wat beslagen te ijs komen, denk ik. Wil je niet onderuit gaan? Ja. En wat jij ook zegt, aan de ene kant is het heel makkelijk. Want als je er eenmaal mee bezig bent en je gaat merken wat het met je doet, denk je, hé, hoe kan dit? Hè? Maar het is wel een andere mindset, andere manier van je boodschappen doen, van je eten klaarmaken en ermee omgaan. Dat... Zeker, ja. Maar iets wat mij heel makkelijk afgegaan is. En ik denk wat iedereen... Kijk, iedereen zal natuurlijk beginnen zeggen, ja, en mijn brood, en mijn aardappeltjes, en mijn rijst, en mijn fruit, en mijn rest van fruit. Ja. Terwijl, en dat zijn ook allemaal van die dingen. Ik heb vroeger ook altijd gedacht, fruit is gezond. Je moet fruit eten, zoveel mogelijk fruit eten. Ik nam al de hele bakken fruit nu naar de sauna. En uiteindelijk
kom je erachter, hé, wacht eens even, het is ook suiker, het is ook, hè? Ja. En nu ben je zelfs helemaal carnivore, helemaal zonder plantaardige. En ik voel me daar super bij. Het is zo easy als wat, het is makkelijk, het is eenvoudig. Ik heb de hele dag energie, ik slaap goed, ik voel me gewoon hartstikke kip, lekker en gezond. Dus, ja. En wat een verschil met een paar jaar geleden. Het is onvoorstelbaar. Sinds de tijd dat ik weer mobiel ben geworden, en ben ik enorm vooruit gegaan. Ik fiets iedere dag 50 kilometer. Energie zonder einde, om het zo maar te zeggen. Maar ook die mentale energie weer, hè? Wat je ook zei. Ja. Eerst had je van nauwelijks energie om jezelf overeind te houden gedurende de dag. En nu ben je volop aan het studeren en ben je zelfs een carrière move aan het maken. Precies, exact. Ja. Ik zie gewoon zoveel mogelijkheden, ook dingen die ik zou willen gaan doen. Ik zou zo graag weer wat lezingen gaan geven, zoals ik tijd in het U-center gedaan heb. En ik denk ook dat die combinatie goed is. Die combinatie van mindfulness en ketogene therapie. Want vaak zullen mensen toch ook op een punt komen dat ze denken van ik trek het niet of ik mis toch te zeer. Ik heb toch te zeer dat craving gevoel, ik moet toch wat zoet zijn of wat. En op zo'n punt merk ik nu bij de mensen die ik begeleid, dat mindfulness ook goed kan ondersteunen. Op allerlei manieren kun je daar mensen een beetje in begeleiden om op moeilijke momenten met die moeilijke momenten om te gaan. Hè? En niet te vervallen in toch weer het grijpen naar iets wat in een ketogeen eigenlijk niet toegestaan is, om het zo maar te zeggen. Nee, wat het dan weer onderuit haalt. Maar wat dus heel mooi weer van jou is dat je het zelf dus ervaren hebt en zoveel krachtige positieve effecten daarvan hebt ondervonden. En dat je nu ook mensen daarmee wilt gaan helpen. Dat is natuurlijk hartstikke krachtig om dat te doen. Waar kunnen mensen jou vinden online? Of waar kunnen ze bij je terecht? Mijn website die heet Keto Mind. En dan / lifestyle.nl. Ik zal de link naar jouw website ook in de show notes zetten. Dan kunnen mensen er gewoon gelijk op klikken. Ja, dat is hartstikke fijn. En dat is mijn website. En daar leg ik ook uit wat ik aanbied dan. En dus ook die combinatie aanbied van ketogene therapie en mindfulness. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik mijn Duitse huisarts hier vlakbij over de grens enthousiast heb kunnen maken. Want die site is ook in de Duitse taal. Ik ben iedere dag in Duitsland. Ja. Dus dat leidt ook ertoe dat ik vanuit Duitsland wat mensen krijg. En, nogmaals. Heel enthousiast. Ja, super. Ik vind het echt een super indrukwekkend verhaal. En toen ik je ook de eerste keer zag, kon ik me niet voorstellen van welke dieptes jij gekomen bent. En dat je er weer zo bij zit. Als ik nu naar je kijk, zie ik toch gewoon een stralend gezicht. Ja. Ik heb het een levende lijve gezien. Dus ik vind dat echt een heel krachtig voorbeeld van wat een mens kan doen. Hè? Zowel in mind als in metabolisme. Om toch weer die curve omhoog te laten gaan en pas alleen maar naar beneden. Dus dat vind ik wel een hele krachtige statement die je hier maakt. Ja, ja. Exact. Ja. Heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Want we zitten alweer een hele tijd te praten, zie ik. En dan, tijd die vliegt. Ja, tijd vliegt. Wat ik wil toevoegen is, mensen, dat ketogene therapie die moet veel meer gepromoot worden. Dat moet veel, veel bekender. Dat moet een olievlek zijn die zich helemaal gaat verspreiden. En nogmaals, de resultaten. Kijk naar de onderzoeken die momenteel plaatsvinden. Hè. Ook als je kijkt naar het mindgedeelte. De psychiaters die opstaan en zeggen, luister, we hebben 25, 30 jaar Harvard-psychiaters. Hè. We hebben 25, 30 jaar met alle goede bedoelingen geprobeerd de mensen zo goed mogelijk te helpen, maar genezen hebben eigenlijk nooit iemand. Ja, dat is gewoon niet gegaan. Nee. Die zijn nu met ketogene therapie bezig, met de meest zware gevallen van bipolaire stoornissen. En het heeft gewoon effect. Het heeft resultaat. Mensen herstellen. Dus moet er nog gezegd worden. En het is ook geen rocket science, want het werkt gewoon op zaalniveau. Nee, precies. 100 jaar bekend. Ja. Dus, gewoon doorgaan ermee en de boodschap zoveel mogelijk verspreiden, zou ik zeggen. Dat is wat ik weet. Dat ben je nu aan het doen, ja. Ja, dat zie ik eigenlijk een beetje als mijn missie, als mijn doel. En dat doe ik met liefde en plezier. Dus.
Nou, super. Echt heel erg bedankt. Ik vind het echt nog steeds een waanzinnig indrukwekkend verhaal. En ik hoop dat je hier ook andere mensen mee, sorry, mee kunt inspireren. En dat mensen hier ja, naar op zoek gaan, zich in gaan lezen. En misschien toch, of met jouw hulp, of met de hulp van iemand anders, Heel graag, toepassen ja. en gaan ervaren. Ja, want ik denk dat het maar ketose kan je niet leren uit een boekje of van een filmpje. Dat moet je echt gaan voelen en ervaren. En dan ja, merken wat het met je doet. En ja, welke enorme voordelen dat kan bieden. Dus dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan, Louisette. Jij bent hartstikke bedankt. Graag gedaan en we zien elkaar snel weer. Heel snel, dankjewel. Wil je met Hans in contact komen voor begeleiding bij een ketogene leefstijl? De link naar zijn website vind je in de show notes bij deze podcast. En wil je, net als Hans, leren over hoe een ketogene dieet werkt als interventie bij tal van ziektebeelden, zowel fysiek als mentaal? Kijk dan eens op onze website en ontdek de opleiding ketogene metabolotherapie of het aanbod met losse flex e-learnings. Ik hoop dat Hans je heeft geïnspireerd en dat het helpt om te beseffen dat je zelf nog zo enorm veel kunt doen om te floreren in dit leven. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Louise Blikkenhorst en graag tot de volgende keer.